Mijn naam is Daniel. Tadaa. Welkom bij Circus Expert. Goedendag, welkom bij Circus Expert. Mijn naam is Daniel en ik ga je vandaag vertellen over karabiners, quicklinks en het captive tussenstukje. We hebben een stalen karabiner en twee aluminium karabiners. De stalen karabiner is voor de meeste circus toepassingen erg geschikt. Vooral wanneer je permanent wil installeren en niet de hele tijd hoeft te verwisselen. Er zit een screwgate op, dat betekent dat je moet schroeven om open of dicht te kunnen maken. Dan kan die open heel makkelijk. Als je hem dicht schroeft, kan hij niet open. Zorg altijd dat je hem op zijn kop hangt, zodat de schroef automatisch helemaal naar onder valt. Mocht hij door trillingen gaan bewegen. Als je hem zo hangt, zou door trilling de schroef langzaam open kunnen. En dan is het in één keer niet zo'n hele handige karabine meer. Hij is ook wat zwaarder. De aluminium karabiners zijn een stuk lichter en makkelijker om te gebruiken wanneer je snel ergens aan vast kunnen haken of niet. Dit zijn allebei triple action openingen. Dat wil zeggen dat je drie acties nodig hebt om open te maken. Bij de ball lock is dat het inknijpen van de bal, het draaien en het openen. En bij de triac lock is dat het omhoog schuiven, het draaien en het openen. Allebei kan dit met één hand worden uitgevoerd. Eén hand kan ik hem openmaken. Maar bij de triac lock is dat iets lastiger dan bij de ball lock. Dat gaat wel weer makkelijk wanneer je ergens aan kan trekken. Als je ergens aan vast zit, dan trek je makkelijk het open. Anders dan blokkeer ik hem met mijn vinger. Dan krijg ik hem ook met één hand open. Dus je vaak moet verwisselen van equipment. Als je bijvoorbeeld in een ander zaaltje ophangt, dan zijn deze karabiners er handig voor. Tot zover de karabiners. Dan hebben we quicklinks. En ook wel maillons genoemd. Hun naam quicklink is eigenlijk een aparte naam, want zo quick zijn ze helemaal niet. Dit is meer geschikt voor nog permanentere plekken. Als je in je rigging een plek nodig hebt waar je trilling aan elkaar moet verbinden permanent, dan kun je een quicklink gebruiken. Deze zijn van staal. We hebben twee verschillende soorten, de delta en de standaard. En de delta gebruik je als je een band wil hangen. Of als je een systeem hebt waarbij je aan twee richtingen wordt getrokken. Als er aan één richting wordt getrokken of je hebt geen band, maar bijvoorbeeld een karabine of een touw of een staalkabel, dan gebruik je een standaard quicklink. Quicklinks kun je met de hand opendraaien, maar nadat je ze gebruikt hebt en er spanning op bestaat, kan het zijn dat het soms moeilijk open gaat. Dan kun je met een tangetje makkelijk vastgrijpen aan het zeshoekige profiel. Als laatste heb ik nog het captive tussenstukje. Dit schroef je vast aan een karabiner. Dat kan aan alle petzl karabiners die wij in het assortiment hebben, kan die worden vastgeschroefd. En dat voorkomt dat een touw kan schuiven naar de andere kant. Dat is erg belangrijk. Als je een touw hebt wat permanent vast zit aan een karabiner, raad ik dit erg aan. Want wanneer je een karabiner gebruikt, wil je dat de krachten altijd van onder naar boven lopen. Er mag nooit spanning over de zijkant van de karabiner komen. Daar is hij veel minder sterk. Met twee touwen kan het nog wel eens voorkomen, als er spanning van de touw afgaan, dat dan op een gegeven moment de touwen in de verkeerde richting trekken. En met zo'n captive tussenstukje voorkom je dat. Altijd wanneer hij aan de andere kant trekt, zal hij altijd naar boven schieten. Dus het verhoogt de veiligheid van je karabine enorm. Maar dat heeft alleen zin wanneer je een permanente bevestigingspunt hebt. Want je wil niet elke keer natuurlijk dat stukje captive eraf moeten schroeven. Maar bijvoorbeeld hiervoor, als je een touw hebt dat permanent deze karabine vastzit en alleen maar gebruikt om aan dingen te haken, dan is dit een erg geschikt systeem. Voor al deze quicklinks en karabiners zijn geschikt om te gebruiken bij aerialwerk, bij luchtwerk. Je kunt er overal kun je wel één of twee personen aan hangen. Voor de exacte specificaties verwijs ik je naar de website, daar staat alles op. En je kunt ons natuurlijk ook altijd mailen. Ik hoop dat ik je geholpen heb.